Het is feest bij Vlaams Belang. Absoluut. Ik denk dat deze resultaten, de eerste resultaten die we hebben, moet uiteraard nog voorzichtig zijn, maar dat die bijzonder positief zijn voor onze partij. Ik denk dat de kiezer in Kortrijk een duidelijk signaal stuurt dat de onveiligheid, maar ook de vervreemding in onze stad moet aangepakt worden. Zit de moskee daarvoor iets tussen, denkt u? Ik denk dat de Kortrijkse kiezers een heel duidelijk signaal stuurt dat die moskee op die locatie absoluut niet kan. En wij gaan daar blijven een punt van maken met eventuele referendum, maar ook verdere acties. En wij gaan zeker de juridische strijd nu met een versterkte fractie, ook politiek in de gemeenteraad, gaan we nu aanbinden om dat project toch nog te stoppen. Ja. Had je dit verwacht, zo'n goed resultaat? Ik had gehoopt meer dan 10%. Wij komen van 4,7 in 2014. We zullen nu meer dan 10% halen, wat meer dan een verdubbeling is en dus een ontzettend goede score is. Ja, het is ook een federale tendens een beetje, hè? Wel, ik denk dat ook lokaal, ik denk dat de vernieuwing en de verjonging van het Vlaams Belang een heel duidelijk systeem is die momenteel aan het werken is, die zijn vruchten afwerpt. Overal waar we met nieuwe jonge mensen aan zet komen, dan zien we dat onze partij vooruit gaat. In die zin is het zeker een nationale tendens. Ja. Voorlopig meer dan de helft geteld, 1% boven N-VA. Zijn dat hun kiezers die jullie afgesnoept hebben? Die analyse moeten wij nog maken, maar het zou natuurlijk onvoorstelbaar zijn dat wij vanuit het niets, vanuit 2014 met nul zetels, dat wij nu, of 2015 met nul zetels, dat wij nu plots groter worden dan de N-VA. Dat zou een ontzettende prestatie zijn voor onze ganse ploeg. En nu, is er al gepraat? Er is voorlopig nog niet gepraat. Ik denk dat wij nu eerst gaan feesten. Vanavond hebben we nog een belangrijk debat ook. En gaan we zien met alle spelers wat er nog kan gebeuren. Maar het is heel duidelijk dat Vlaams Belang een belangrijke rol zal spelen hier in Kortrijk in de komende 6 jaar. Willen jullie besturen? We hebben zeker ambitie voor de besturen. Ik heb alle voorstellen gedaan. Voor ons stelt eigenlijk de inhoud, als we een aantal inhoudelijke accenten kunnen realiseren, dan zijn wij bereid om gedoogsteun te geven. En schepenpostjes hoeven wij zelfs niet. Die kunnen de andere partijen gerust onder elkaar verdelen. Als wij een aantal inhoudelijke klemtonen kunnen leggen in Kortrijk, willen wij zeker en vast meewerken. Maar jullie hoeven geen schepen? Wij hoeven in dat geval zelfs geen schepen. Dus ons aanbod is zeker zeer duidelijk dat wij inhoudelijke accenten willen leggen. Ja, dus jij hoeft niet per se burgemeester te worden? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat dat ook niet aan de orde is. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Oké, heel veel plezier met het feestje vanavond. Dank u. Ja, Groen, tevreden? Ja, absoluut. Hè. Voor ons is het een historisch resultaat. De uitslagen zijn nog niet volledig binnen. Maar wel toch 10%. Dat is voor Groen in Kortrijk ongezien. En denk ik een duidelijk signaal ook van de Kortrijkzaan. Dat ze dat groener beleid echt wel willen. Ja. Ja, 3/4 geteld. Het is vrij zeker nu. Wat vind je van de rest van de resultaten? Want Vlaams Belang bijvoorbeeld wint ook sterk. Hè? Ja, dat is voor mij het mindere van de dag. Hè. De uitslag van het Vlaams Belang. Ik denk dat we ook echt in Kortrijk moeten kijken hoe dat we op een manier zoals dat ze het bijvoorbeeld ook in Mechelen doen, echt die, met positief beleid, die tendens richting extreem rechts kunnen keren. Want voor mij is dat echt wel de donkerdere bladzijde in deze verkiezingsuitslag. Ja, het is ook geen optie om met hen te besturen voor jou? Met Vlaams Belang? Nee. Okay, provincie ook niet slecht, hè? Nee, in de provincie doen we het heel goed. Hè. Dus daar had Groen 16%. Ook dat is echt ongezien. En dat toont ook echt welk potentieel dat we hebben. En hoe het ook leeft hè, bij de mensen om meer naar die gezondere, eerlijkere, menselijkere samenleving te gaan. En Groen wordt daar toch als een geloofwaardig antwoord op gezien. Jullie gaan van 2 naar 4 zetels. Is dat wat er verwacht werd? Ja, absoluut. Of gaat het boven verwachtingen? Absoluut. Het was ons doel. Dubbele cijfers, verdubbeling van het aantal zetels. Dus het ziet er naar uit dat we dat halen. Dus we zijn zeer tevreden. En nu? Besturen? Ja, ik heb net de burgemeester gehoord op televisie. Die zegt dat hij met alle partijen wil samenzitten. Dat hij ook zijn duidelijke voorkeur uitspreekt om met de winnaars van de verkiezingen te spreken. Ik denk dat wij daarbij zijn. Wij zijn alleszins klaar om mee te besturen. We hebben die ambitie altijd duidelijk uitgesproken. En ik denk als we uitkijken naar de uitslag van de verkiezingen, dat dat ook de wil is van de Kortrijkzaan om echt met dat groener beleid aan de slag te gaan. En de beste garantie daarvoor is Groen meenemen in het bestuur. Ja, maar je had ook gezegd dat hij graag zijn coalitie wou houden. Hebben jullie al gepraat met elkaar? Wel, als partij moet je met alle andere partijen spreken voor en na de verkiezingen. Je moet elkaar goed kennen hè, om in vertrouwen te kunnen samenwerken.
Dus er is met alle partijen gesproken geweest, er wordt met alle scenario's rekening gehouden. Het initiatief ligt heel duidelijk op dit moment bij Vincent van Quickenborne. Hij heeft gezegd dat hij ons zal uitnodigen morgen. Wij gaan spreken en dan zien we wel wat er uit de bus komt. Onze ambitie is alvast duidelijk en dat is mee besturen. Ja, dus jullie gaan N-VA vervangen eigenlijk in de coalitie? Wie dan vervangen wordt of niet, dat is denk ik aan... Zij zijn de grote verliezer, hè? Zij zijn de grote verliezer, maar het is niet aan mij om te zeggen wie Vincent van Quickenborne uit zijn coalitie of in zijn coalitie moet halen. Ik zeg alleen dat wij sterk gegroeid zijn bij de winnaars van deze verkiezingen horen. Groen groeit overal in Vlaanderen. Het is wel een heel duidelijk signaal van de kiezer dat ze groen er graag bij hebben. Ja. Wat wordt jullie grootste speerpunt als jullie gaan besturen? Mag er één kiezen? Die speerpunten veranderen niet. Hè. Voor ons blijft het verkeersveiligheid in combinatie met luchtkwaliteit. Zeker in schoolomgevingen, verenigingslokalen, sportclubs. Om daar prioritair werk van te gaan maken. En dat blijft voor ons een heel belangrijk punt. Hè. Net zoals alle andere punten die we in de campagne hebben verdedigd. Dat verandert niet nu dat we die uitslag hebben gezien. Vanavond nog een dik feestje? Absoluut, ja. Ik denk dat we reden hebben om te vieren. En we gaan dat ook doen. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.